Goedemorgen kijkers van Fred TV. Welkom bij Fred TV natuurlijk. Abonneer op mijn kanaal en duimpje omhoog. Vandaag zijn we op bezoek bij mevrouw Verburg. Mevrouw Verburg heeft ons gebeld, want zij heeft een groot assortiment kunstwerken in haar privécollectie. Zij wil deze kunstwerken beschikbaar maken voor ook andere mensen in onze maatschappij. Vandaar dat zij voor de feestdagen heeft gedacht, leuk om aan iemand cadeau te geven die niet weet wat hij wil, die alles al heeft. En op deze manier heeft u de mogelijkheid om een uniek en persoonlijk cadeau te geven aan uw geliefde, familie, opa, oma, vriend of vriendin. En we gaan even in vogelvlucht langs de schilderijen. Hier hebben we een zelfportret van Fred, alleen dan in de toekomst. Ik laat alle schilderijen eventjes kort zien. Hier hebben we een schilderij wat eigenlijk een tweeluik is. Ik laat de tweede eventjes ook snel zien. Kijk eens hier. Dan hebben we hier een schilderij, een portret van Karen Appel. Een van de helden van Fred. Kleurrijk. Daarnaast hebben we hier een schilderij op doek van een meisje aan het strand met een rode bal. De rode bal staat voor haar dromen, het strand staat voor het kijken naar de toekomst. Mooi symbolisch schilderij. En hier hebben we een schilderijtje wat mooi past bij kerst, bij de feestdagen. Potloodtekening van een dennenappel in een mooie houten lijst. En hier hebben we het grootste werk. Geïnspireerd door Vincent van Gogh. Bootjes op zee. Impressionistisch. Dik aangebracht. Deze schilderij heeft u een unieke kans om deze aan te schaffen voor een prijs tussen de 25 en 100 euro. Ik vind het een koopje. Dus heeft u behoefte om een van deze schilderijen of meerdere aan te schaffen? Of heeft u gewoon interesse? Neem dan eventjes contact op met Fred TV. Of bel eventjes op het nummer 06-31-22-6261. Dan kunnen wij een afspraak maken om een van deze schilderijen te bezichtigen. Dank u wel.